Jongens, durf gewoon te vragen. Daar gaat het om. Je moet het gewoon doen. Hoi allemaal, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben Marina, ik ben 12 jaar oud en ik ben blind. En vandaag komt er niet zoals jullie gewend zijn een vlog, maar een video. En zoals jullie het aan de titel hebben gezien, hoe kom je aan een verzorgde pony? Ik heb natuurlijk al even tellen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 verzorgponies gehad, maar wel in twee groepen. Dus ja, één groep met 5 en één groep met 6. En nu heb ik Versie als Lee, Sky als gewoon met, ja, gewoon alles meedoet pony. En Star als bijrijdpony, zeg maar, om zo te zeggen, als rijdpony, weet ik hoe je dat zegt. En ja, daar ben ik heel blij mee. Met deze ponies ben ik echt heel blij die ik nu heb. En ik ga jullie uitleggen hoe je aan de verzorgde pony kan komen. Ik ben niet pro of zo, dus ja, ga niet denken dat ik alles weet. Want ja, niemand weet alles. En ja, hoe ik, ja, gewoon op Facebook dingen neerzetten. Bijvoorbeeld, verzorgde pony gezocht. Ik ben zo lang, zo, ja, alles. En gewoon van hoeveel rijervaring je hebt, wat je allemaal wilt doen, hoeveel je wilt betalen of... of dat je het gratis wil. Zet elke 2 weken herhaal je bericht gewoon. Denk niet aan mensen van ja. Sommige mensen gaan mij nu irritant vinden door mijn verzorgpony vragen. Maar jij wil een verzorgpony. Je krijgt een verzorgpony. Want ja, als je dat wil, moet je er wel 100% voor gaan. Snap je? En als je echt graag een verzorgpony wil, moet je maar niet denken dat mensen je vervelend vinden. Want dat... misschien vinden ze dat wel. Maar ja, pech voor hun. Dan lezen ze het toch lekker niet. Maar als jij een verzorgpony wil, zorg je er ook gewoon voor dat je erin krijgt. Nou, je kan dan al je vrienden vragen, whatsappen van, hey, weet jij misschien een leuke verzorgpony voor mij, bla 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 bla. Langs de deuren gaan misschien bij mensen van, ja, kent u misschien mensen met paarden en zou ik die misschien kunnen verzorgen of bijrijden of zo. Ja, ik heb het zeg maar, de eerste waren mijn moeder en Emma's moeder achtergekomen, nou, de tweede eigenlijk ook. Versie kwam ik weer een keer tegen. Kai kende ik al van de manager. Star kende ik van Kai. Dus ik heb het eigenlijk op geen een van die manieren gedaan. Ik heb het wel op die manieren geprobeerd om langs de deuren te gaan. Dat heb ik wel een keer gedaan. Alleen toen kon dat niet. En ja, toen had ik al andere gekregen. Ja, oh ja, nog even over dat Facebook bericht of Insta bericht. Zag ook gewoon waar je woont en op hoeveel afstand. Je kan natuurlijk ook op Marktplaats kijken voor een leuke verzorgpony of zo. Dat kan natuurlijk ook allemaal, maar Marktplaats... moet je natuurlijk wel vertrouwen, maar misschien staan er dingen op van 2 maanden geleden of zo. En misschien heeft iemand dan al die pony en dan denk je, oh, dat is zo'n leuke pony. En dan ben je helemaal blij dat je die misschien kan gaan verzorgen en heeft iemand anders hem al. En ja, dat is natuurlijk niet zo leuk. Zeg ook voor hoeveel dagen je wil en zo. Gewoon alle informatie van je, want sorry, ik kan niet stilzitten, daarom ga ik de hele tijd zo draaien. Ik weet niet of jullie het zien, ik zit op zo'n draaistoel, weet je wel. Maar ik kan niet stilzitten. Maar ja, zeg gewoon alles over jezelf. En natuurlijk ook gewoon op een manege en zo. Want daar staan natuurlijk heel veel mensen met eigen paarden. Of op een personeelstaf of zo. En ja, daar kan je het ook gewoon vragen. Misschien kan je een van die paarden wel verzorgen. Of ja, er zijn verzorgponies die vaker in de week verzorgd moeten worden. En jongens, durf gewoon te vragen. Daar gaat het om. Je moet het gaan mensen die irritant vinden. Jij wilt een verzorgpony, je krijgt er een. Jammer voor hun. Let daar maar aan. Verder, ja, nog even een beetje een update van vandaag. Dat was eigenlijk een beetje de video, alleen anders wordt hij een beetje kort. Ik ben vandaag gewoon naar school geweest. Het was gewoon saai. Ja, dat moest ik even zeggen. En jongens, in plaats van zaterdag is Furs vandaag al teruggekomen. Waarom weet ik ook niet. Ja, ik weet niet. Ja, maar is dus 3 dagen van tevoren teruggekomen. En ik mocht vandaag bij hem gaan kijken. Alleen mijn moeder voelt zich niet zo lekker en... ik ben ook een beetje moe en alles. En ja, ik ga morgen dus waarschijnlijk naar hem toe. En dat zien jullie ook. En ik mag vanaf maandag weer op hem gaan rijden. Dus yes, daar ben ik helemaal blij om. En ik heb pas meegereden bij de manege. Alleen ik kon niet filmen. Mijn maat die was er niet. Die had mij gewoon daar neergezet. En ik mocht op dansen. En dat is echt heel leuk. Want hij ging door de spluurs heen galopperen. En ik dacht, hey, ik ga zonder zadel. Dus we gingen gewoon door de spluurs stappen en draven. Maar Flame was boos geworden op dansen. Dus dansen gaat gewoon kaart galopperen. Ja, dat moest ik ook nog even zeggen. Het viel ik er heel vaak bijna af. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer allemaal op mijn kanaal. En dan zien jullie mij morgen bij een volgende vlog. Met Versie waarschijnlijk. Ik beloof jullie niks. Dat als mijn moeder zich nog steeds niet helemaal lekker voelt. Dan
komt hij een andere keer. Waarschijnlijk ga ik dan vrijdag naar hem toe. Nee, vrijdag kan ik niet. Nou, een andere keer. Ja, tot morgen allemaal. Joehoe! Video leuk vonden, abonneer allemaal op mijn kanaal. En doe een duimpje omhoog of omlaag, wat je zelf leuk vindt. En ja, jullie nou nog meer filmpjes zien, die zijn hier. En als je die nog niet hebt gekeken, moet je dat even zien. En ik zeg, joehoe!